De laatste tijd bespraken we het al vaker samen, maar ik denk dat dit weer een nederlaag is die eigenlijk niet had hoeven. Eerst zelf vond ik zwak. Dat is de eerste keer dit seizoen dat ik me echt boos heb gemaakt onder de rust. Omdat ik vond dat onze mentaliteit, intensiteit niet goed was. Vond ook dat we terecht 1-0 achter stonden. Tweede helft komen we wel met de juiste mentaliteit en manier uit de kleedkamer. Maken we verdiend 1-1. En hebben we volgens mij weer controle en zijn we dichter bij de 1-2. Hebben een aantal momenten die dan er net niet ingaan. Ja, en dan een zeldzaam moment maken zij 2-1. En dat gebeurt ons te vaak. En ja, we kunnen daar in het lang en breed over praten. Maar we moeten meer killer worden. In de beslissende momenten moet je die duels winnen om dat doelpunt te voorkomen. En dat gebeurde ons te vaak. Maar ik was heel teleurgesteld met de eerste helft. De tweede helft hebben we wel gedaan wat we moesten doen. Alleen nogmaals, ja, het gaat om details en om punten pakken. Dat hebben we vandaag weer niet gedaan en dat doet wel pijn. Je zegt net, de eerste helft was zwak. Ja, het was ook wel eigenlijk een stugge wedstrijd. Van beide kanten gebeurde niet heel veel, waren ook niet echt grote kansen. Hoe beleefde jij dat? Ja, het was de eerste helft van onze kant gewoon niet goed genoeg. In termen van duels winnen. En dit zijn moeilijke wedstrijden, dit zijn potige wedstrijden. Maar we ondergingen het. Ik maak me niet snel boos, maar aan de rust ben ik wel boos geworden. Omdat ik vond dat we deze wedstrijd moet je naar je toe trekken door duels te winnen. Dit zijn geen schoonheidsprijzen. En het is allemaal leuk en aardig, mooi voetbal, attractief voetbal. Maar je moet af en toe ook strijd leveren. En dat hebben we de tweede helft wel gedaan. Alleen nogmaals, we moeten ons belonen en dat doen we niet. En dat is heel jammer. Ik heb na de wedstrijd ook niks meer tegen de spelers gezegd. Omdat ik het zelf ook allemaal even moet laten bezinken. Want zoals je zegt, we zaten weer naar elkaar te kijken van hoe geven we deze wedstrijd weg. En ja, dat gebeurt ons te vaak en daar moeten we toch met z'n allen een oplossing voor vinden. Rochon, vandaag je debuut gemaakt voor Topos. Hoe kijk je terug op jouw debuut? Natuurlijk wel vervelend als je de wedstrijd niet kan winnen wanneer je debuut maakt. Ik denk als we gewoon wedstrijd hadden gewonnen dat je dan dubbel zo blij bent. Nu heb ik gewoon een dubbelzijdig gevoel. Je maakt wel je debuut waar je hard voor traint. En dan pak je de wedstrijd niet. Dus dat is wel jammer. Ik denk dat we ook wel kunnen spreken van een onnodige nederlaag. Als je ziet hoe je hem uiteindelijk nog verliest. Ja, inderdaad. De tweede helft, 1-1. Als wij zeg maar, de bal als wij hem schieten en hij zit niet en hun schieten de bal. En hij komt een beetje lullig de goal. Ons goal binnen. Dan heb je wel gewoon een vervelend gevoel daarover. Dus ja, zij maken hem, maar wij konden hem ook maken. Dat is duidelijk inderdaad wat je zegt. In de tweede helft zet je je ploeg om van een 4-3 systeem naar een 4-4-2 systeem met twee spitsen, met Thean en Leidsman. Dat leidde tot meer gevaar. Ja, oké. Je moet een wedstrijd lezen. Hè. En in het begin hadden we te weinig opportunisme, te weinig balvastheid vooraan. Ja, dan moet je keuzes maken. En ik denk dat we hetgeen we omzetten, ook met Rochon, die fantastisch inviel. Dat goed uitpakte. Ook de mentaliteit van de groep was beter, tweede helft. En ook de twee spitsen die op de verdediging wogen. En daarom moest Eindhoven achteruit. Maar nogmaals, slikken we dat doelpunt weer te makkelijk. En je kan heel veel omzetten en positief voetbal brengen. Maar het gaat om resultaat. En daar moeten we killer in worden. En dat moeten we er toch in krijgen. Ja, je komt dan terug van een blessure die je eerder dit seizoen hebt opgelopen. En dan is het wel een mooie beloning dat je vandaag die minuten krijgt. Om uiteindelijk je debuut te maken. Ja, inderdaad. Ik had een oefenwedstrijdje. Na de wedstrijd had ik een beetje een raar gevoel in mijn kuit. Of Achillespees. En toen was ik een maandje of anderhalf eruit. Nu ben ik weer terug, fit. Dus ik hoop dat het zo blijft en dat ik gewoon veel minuten kan maken. Ja, want je bent ook international van Curaçao als het goed is, toch? Ja, hoe is dat om als international bij Topos te spelen? Ik denk overal waar je speelt. Waar je gewoon je minuten kan maken, dat het wel gewoon fijn is. Ik heb, omdat ik geblesseerd was, kon ik nou ook niet mee zeg maar, met de wedstrijden. Maar ik ben nou gewoon zeg maar, weer wedstrijd fit, dus ja, je houdt wel gewoon bij wat hun doen. En als je hier wint, dan is het ook wel gewoon een mooie beloning. Op naar meer minuten. Ja, zeker weten. Dankjewel.